Oké, mag ik dan nu je aandacht voor een onwijs grappige gast? Hij is eigenlijk arts, maar veel succesvoller als grappenmaker. Zet je schap voor een dosis rasechte Amsterdamse humor. Hier is Johan van Gulik. Ja, hallo dames en heren. Mijn naam is Johan van Gulik. Is niet mijn artiestennaam. Mijn artiestennaam is Johan. Dat je het weet. En jullie kunnen wel horen waar ik vandaan kom. Zijn er nog meer mensen uit Moergestel? Niet, dacht ik al. Nou goed, ik heb maar 5 minuten. Waar wou ik het over hebben? Marokkaanse duiven. Jullie weten waar ik het over heb. Het zijn zeg maar die duiven die altijd bij een snackbar rondhangen. En proberen die patatjes uit je bakje te stelen. Weet je? Nee, serieus, laatst ook. Ik zit een patatje te eten. Komt er zo'n Marokkaanse duif aan fladderen. Gaat op het randje van mijn bakje zitten. Pikt een patatje. Vliegt weg. Komt hij even later weer terugvliegen met het gestolen patatje nog in zijn snaveltje. Gaat op het randje van mijn bakje zitten en dipt hem zo in mijn bakje met mayonaise. Nah. Brutaal, jongen. Ja, weet je wat het is? Je kan er niks van zeggen. Want voor het wij staan er 10, 20, 30 van die Marokkaanse daar voor je. Marokko, Marokko. Ja, echt, jongen. Maar goed. Maar ja, nou niet gelijk denken dat ik een racist ben. Want ik heb echt geen hekel aan Marokkaanse duiven. Weet je wat het gewoon is met die Marokkaanse duiven? Het is gewoon een klein groepje die het voor de rest verpest. Weet je? En het zijn maar patatjes. Ik bedoel, wat dat betreft zijn die Surinaamse duiven. Je kent ze wel, die Surinaamse duiven. Met die gouden ringetjes om je poot. Die zijn 10 keer erger, man. Die komen er 1 om een hoekje vandaan. Doegoe, doegoe. Weet je? Jongen. Maar goed, trouwens, over vogels gesproken. Ik denk dat ik hem heb, hè? De vogelgriep. Ja, lach maar, slaapmoordenaar, jongen. Vanochtend was er nog niks in de hand. Ik was vroeg uit de veren. Ik voelde mijn kip lekker. Fris is een hoentje, stap ik onder de douche vandaan. Ik ging fluit op naar mijn werk in de bus richting Zwanenburg. Walkman op, Guus Meeuwis, top. Weet je, helemaal niks in het handje. Naar mijn werk, daar ging een vogelvlucht voorbij. Het was bloedheet, de mussen vielen van het dak. Ik denk, ik ga even het leuks doen. Ik bel mijn vader op, even het terrasje pakken. Ik zeg, papegaai mee. Hij zegt, nee jongen, ik ben een beetje emu. Ik denk, lekker vroeg mijn nest in duiken, even een uiltje knappen. Want ik ben gisteren de hele dag bezig geweest bij die Jan van Gent. Is ook een vogel, hè? Ik ben de hele dag bezig geweest bij die Jan van Gent, die geluksvogel. Ik zeg, geluksvogel, wat dan? Ja, op een loterij gewonnen. Ja, nu heeft hij een huis gekocht in Kraaienest. Ik zeg, Kraaienest, waar is dat ook weer? Hij zegt, ja, als je met de metro gaat, 1 halte voor, heb je Ganshoef, weet je? Waar je Tante Merel heeft gewoond. Die oude kraai, die dove kwartel met de grote eendenbek. Echt, jongen. Ik had echt iets dat ze na de snavel niet uit, jongen. Ik raag er nog een keer aan mijn mes. Maar ja, die is nu zo dood als een vogeltje daar. Draait geen haar meer naar. Maar je gaat dus niet mee, pa. Zegt, nee, jongen, maar... Kanarie niet mee. Gaat maar door, hè. Ik zeg, Arie, ik ken helemaal geen Arie. Hij zegt, jawel, maar met die hanekam, die rare vogel. Zit hij nog steeds op het scapinobelet? Ik zeg, au, wacht even, je bedoelt Arond. Maar ja, ik vond het wel een goed idee, dus ik bel Arend op. Ik zeg, Arend, lekker weer, heb je zin om het leuks te doen? Lekker potje schaken in het park of zo? Hij zegt, ja, leuk schaken. Maar ik vind het park iets te ver. Nou, toen zijn we bij mij op de hoek, heb je een cafeetje, Café de Vlieren, Fluiten. Nou, zijn we daar maar gezitten en ja, we zijn zo'n kwartiertje bezig. Na een kwartiertje vraag ik aan Arend, wil jij wat drinken? Want hij is echt te gierig om mijn geld uit te geven. Dus ik vraag aan Arend, wil jij wat drinken? Hij zegt, ja lekker, doe mij maar een kolibriezer. Ananas. Dus ik loop naar de bar, ik bestel een kolibriezer, ananas en een dubbele whisky erbij. Ik kijk naar links, wat denk je, zie ik een kiwi. En jullie weten allemaal wat een kiwi is, hè? Dat is een vogeltje uit Nieuw-Zeeland dat niet kan vliegen. Die stond daar aan de bar te praktiseren wat hij moest gaan drinken. Ik zeg, waar wil jij moet drinken? Kiwi? Red Bull. Zo simpel. Maar goed, ik loop dus terug met die drankjes. Ik ga zitten. Ik kijk naar het schaakbord. Ik zeg, hey Arend. Wat heb jij net gezet? Hij zegt, ben je een beetje kippig of zo? Ik heb net je loper geslagen. Ik zeg, wat? Loper? Wat loper?
Je moet er wel een beetje op blijven letten. Ik zeg, wat, loper? Maar ja, nou ben ik niet zo iemand die gelijk mijn kop in het zand steekt, weet je. Maar in mijn achterhoofd had ik wel zoiets van, shit, handhaaf ik dit wel? Dus ter verdediging zet ik mijn pionnetje naar voren, van B2 naar B4. En nu komt het. Toen kwam Arend met een dodelijke variant. H5 en 1. Maar goed, ik geloof dat het mijn tijd om is. Ik ben ook nodig aan kakken toe. Ik zal je eerst even terug moeten geven aan Robert Jensen voordat ik naar de wc toe kan. En dames en heren, mijn naam is Joop Geurt. Veel plezier.